Yo, bedankt, ik ben Denske en welkom bij deze nieuwe video van South Park The Stick of Truth. En ik weet niet of jullie de vorige episode hebben gezien, maar man, oh man, was die random, zeg. Dat was echt, what the fuck. We waren in een abortuskliniek en meer zeg ik niet. Er gebeurde van alles. Als je de video niet hebt gezien, ga hem kijken, want je mist wat. In ieder geval, we gaan vandaag weer verder met onze let's play. Wow, nice nose. Dankjewel. Dankjewel. Ik heb een tijdje geleden mijn neus verbouwd. Ik moest hem volgens mij nog een keer verbouwen, zei iemand in de comments. In ieder geval, ik heb de comments gelezen, jongens. Ik lees regelmatig de comments. En heel veel mensen zeiden dat ik sowieso naar Photo Dojo moest gaan. Dus dat is wat we nou gaan doen. Want we zijn er toch bij, dus why not? Ik weet niet precies wat ik hier moet doen. Well, hello, sir. Hey, you're pretty good looking, kid. You ever think about modeling? Ja. Hey, you're pretty good looking, kid. You ever think about modeling? Ah, god dang it. Ik heb een sleutel nodig. Hoe kom ik hier binnen? Ik kan hier helemaal niets doen. That sucks. Ik heb een sleutel nodig. Hey, you're pretty good. Hoe kom looking, ik aan kid? Die sleutel van dit? Hoe kom ik daaraan? Oké, daar kunnen we dus niet heen. Nou, einde verhaal. Ik dacht echt dat we hier iets moesten doen. All I did was ask the guard about Gorditas and he put me in a chokehold. Jeez. Jeez. We gaan eens even goed nadenken wat we nou als eerste gaan doen. Er zijn redelijk wat dingetjes die ik op de planning heb staan. Of heb staan. Dit kunnen wij sowieso nou gaan doen. Had ik begrepen. Ik moest ook richting dit parkje, zei iemand. Want hier kon waarschijnlijk het laatste kampje van die zwervers zijn. Dus daar moeten we zo meteen ook nog even naartoe. Wat zullen we als eerste gaan doen? Weet je wat? Ik heb zin om als eerste heel eventjes te gaan kijken of dat daar daadwerkelijk die zwervers zijn. Ik ben gewoon zo nieuwsgierig. Dus we gaan eens eventjes die kant op lopen. Ik weet niet of ik al met deze heb gesproken. Hey, how was your weekend? That's so great. Okay, later. Okay, later. What the fuck? Okay, nou, we gaan verder. Kijken of er nog iets interessant... What the fuck? Dat is niet normaal. Sorry. The bank. The bank of South Park. Wacht. Ik had ook iets gehoord bij de bank. Even kijken. Aha! You sneaky bitch! Ik wist wel dat ik iets miste. Wow, wacht. Kijk hier, kijk hier. No way! How did you find me? You son of a bitch. Ik had wat inside information. Laten we daarop. Oh, we kunnen hier doorheen. Kijk, kijk eens. Nice. Ik had van iemand gehoord dat we inderdaad hier in de bank zo'n kind zouden kunnen vinden. Want bijna niemand die kon vinden. Dus dat is mooi. Kunnen we verder eens iets stelen? Please? Maybe? No? No. Waarom kunnen we niet meer jatten? Welcome to the Bank of South Park. Would you like to invest money with us today? And it's gone. No, doe maar niet. Doe maar niet. Sorry, kid. Come back when you have some money to invest. Hij staat achter hem. Hij heeft het gewoon helemaal niet door. Hij geeft er niets om. Oké. Heb jij nog iets te zeggen? Nope. Die zijn bellen. Oké, nou. We hebben in ieder geval dat kind weer gevonden. Dat is goed. Kunnen we die weer doorstrepen op onze to-do-list? Dan gaan we onze weg vervolgen. I know you aren't supposed to give money to panhandlers, but this vice president kept accosting me and I felt so bad for him. Ja, oké. Interessante informatie. Dat was hier volgens mij. Klopt dat? Ja. Waarom is... Ik weet nog steeds wat... Oh. Ik weet nog steeds wat er met al die vogeltjes is. Echt geen idee. Come on. Pak aan. Whee! Tijd om uit te vliegen. Oké, was dat hier? Ik geloof niet dat ik hier ooit geweest ben. Dus... Hey! Fuck. Hoe kom ik hier erheen? Wat is dit? Oh, wacht. Natuurlijk. Blijf geweldig. Horse Lord Bird. Screwdriver. Cash en metal. Nog iets grip of was het? Oké. Here we go. En hey, de laatste hobo's. Well, there's a professor of astrophysics. That's a professor of neurobiology. But that one's a lawyer, I think. He said he went to Oxford. Geloof jij dat serieus? Ja, het kan altijd natuurlijk, maar dat dit allemaal... we zijn een professor, lawyer en al die flauwekul. Oké, ik ga ze stunnen. Geen idee of daar heel veel zin heeft. Wat ik nou met ze ga vechten? Ah, fuck. Die andere trapte me. Zijn ze nou nog stunned? Eentje. Oh, never mind. Niet meer. Oh, kijk mij. Ik dodge alles als een fucking ninja. Oké, we beginnen er gelijk goed. Oh, wacht. We kunnen natuurlijk... weet je wat? It's time for God. Oh, ik heb deze attack nooit gedaan. Wat? Yeah.
I hope we didn't hurt you too bad. What? Dat was echt zo random. Ik denk, die weet ik veel. Die trapt op de grond of zo. En ze zijn allemaal dood. Iets in die richting van fucking M4. Ah! Oké, nou ja, hey, well, fucking done. Hebben we dat ook weer gezien? Oh, come on. Oké, nou, we hebben alle hobo-kampen nou uitgemoord. En dan, oké, we kunnen weer verder. We gaan ons avontuur vervolgen. Is dat weer gebeurd? Dan kunnen we dit even afronden. Dat is helemaal mooi. Heb ik ooit met jou gepraat? Hey, you're getting popular. I need to get in on that. More popular than Jesus. Trophy earned. Hey, dat is nog eens een achievement. En wij zijn hier... Wij zijn hier volgens mij deze hoek nog nooit geweest, man. We zijn hier serieus nog nooit geweest, want... Die deur was dicht, maar ik kan niet... Oh, nou kan ik wel door. Oké. Chester cap. Die is awesome. Cash. Een small shield sticker. En mana potion. Je ziet gewoon dat ik hier zo lang niet geweest ben. Dit is allemaal level 2 spul. Wat is hier gebeurd? What the fuck? Wie woont hier? Huh? Wat? Huh? Oh, dit is van... hier hebben we dan gevecht gehad toen ooit. Oh, dat is random. Kunnen wij nog shit vinden dan? Of hebben we hier alles al gevonden? Ik denk dat we hier alles al hebben gevonden, ja. Ik kan me die steen herinneren die daar op tafeltje ligt. Oh ja, hier had je boven die cellar. Oké, hier zijn we allemaal geweest. Misschien nog heel even een snelle check, gewoon omdat het kan. Nope, hier zijn we geweest, dat weet ik zeker. Oké, let's go. We gaan weer naar buiten. Het is fucking random, maar ineens een huis waar geen deur in zit. Maar, het kan zijn dat we hier sowieso dingen gemist hebben ooit. Maar aan de andere kant, ik heb daar geen zin om meer allemaal te gaan kijken. We kunnen wel hier even doorheen, want dat zag ik net toevallig toen we naar binnen gingen. En ik geloof niet dat we hier doorheen zijn gegaan. En... The Witch Gloves. Oh, die zijn nice. The Fairy Face Paint. Lolita Wig. Dark Pink Dye. En Stoli Parents Bedroom Key. Stoli Parents. Aha. Waar woont Stoli? Zullen we daar straks even gaan kijken of we daar iets leuks kunnen vinden? Kan het zijn dat we dit allemaal nog niet hebben gecheckt? Dat vind ik echt vreemd. Maar nou ben ik wel benieuwd waar Stoli woont. Kunnen we dat zien? Clyde, Craig. Hier staat niks bij. Jimmy. Waar? Oh, hier. Kevin Stoli's huis. Dat is het blauwe huis een stukje verderop. Oké, als we daar ook het blauwe huis vinden, dan gaan we daar naar binnen. En het is zo irritant. Mijn neus is als een gek, jongens. Ik heb niks te snoven. Ik beloof het. Maar dit is zo irritant. Oké. Oh! Oh, South Park, I fucking love it. South Park is echt de best. Zit jij in de steeds boven? Don't believe everything you read on Facebook, okay? Oké. Wat is hier? Is op slot. Sorry! Oh, hij heeft tranen ook, hij moet huilen. Oh, ik ben ook echt de duivel. Oké, kunnen we hier naar binnen? Nope, deur is op slot. Dit is het huis van Stoli. Nou ben ik bijzonder benieuwd wat er op de slaapkamer te vinden is. Want ik heb nou best wel hoge verwachtingen natuurlijk. Wat kunnen wij hier vinden? Federation badge, cash, oké, niks bijzonders. Een boek, oké, en een cap, niets bijzonders. En ook niets bijzonders. Waarom hebben wij hier een sleutel? Want er is hier helemaal niets. Er is hier letterlijk niets geks. Dat valt me tegen. Kunnen wij onder een bed misschien? Ik vermoed van niet, maar hey, ik kan dat proberen. Nope, we kunnen hier nergens zijn. Oké, nou, wow! Interessant! Wow! Dan verwacht je iets speciaals en dan heb je dit. Beetje jammer. Nou, die andere kamer, daar zijn we al in geweest, vermoed ik dus. Die zijn we sowieso geweest trouwens, want ik ken die studio nog wel. Dat was die gozer die zich verkleed als een Star Trek. Oké, nou hebben we dat gedaan. Even kijken, waar zijn we nou? We moeten sowieso hier even naartoe. Naar de City Hall. Dus dan gaan we daar eventjes naartoe. We zijn dus juist bij de City Hall. Kijken of we hier iets voor krijgen, aangezien we onze opdracht hebben volbracht. Thanks, kid. Your work helping with the homeless of South Park will never be forgotten. Here's your cash. Heb ik nou serieus tientallen mensen uitgemoord voor $15 cash? I don't want to hear about your problems until you're 18, kid. Perfecte deal. I don't want to hear about your problems until you're 18, kid. Niks over te klagen. Prima deal. Yep. Tientallen mensen uitgemoord voor een paar dollars.
Helemaal prima. Oké, wat gaan we nou doen? What's next? We hebben hier nog een opdracht, recruit the girls, maar dat ga ik niet doen nou. Aangezien ik heel eventjes nog wat andere dingen zou afronden. En daarvoor gaan we hier naartoe. Ik had gehoord dat we Jimmy moesten hebben of zo. Even kijken hoe dat precies zit. Oké, als het goed is, moesten wij nou Jimmy hebben voor deze opdracht. Zeg even Jimmy. Jimmy! Oké, daar is hij. Zie hem lopen. Dat ding is snel. Moet je hem zien rennen? Wat een gek. Oké, kunnen wij daarheen teleporten misschien? Dat is best wel ver. Oké, we teleporten hier naartoe. En dan moeten wij met Jimmy moeten wij richting de farm. Dat is wat ik begrepen had voor jullie. Dus daar gaan wij doen. En dan hoop ik dat wij voor hem zijn fluit kunnen vinden. Volgens mij ging het om een fluit, dat ik me kon herinneren. New message from Major McDaniels. Oh, no. Ik moet hier langs. No, niet in de boven. Daar langs. Wat is eigenlijk dat berichtje? Strawpoll, how would you feel as a voter about the idea of dissolving the city council? Helemaal leuk. We gaan verder. Dat ze me allemaal een irritante vraag stellen, daar zit ik niet op te wachten. Oh. Ik had trouwens nog niets gezegd over mijn kostuum, hè. Maar ik heb een ander kostuum. Echt een awesome kostuum. Oh boy, the cattle ranch. We're here. Oh boy. Excuse us. Oh boy. Hey, get off my ranch. Sorry to bother you, sir. We are elven warriors of the forest. I understand you might have a flute for sale. You want to buy the flute? The flute? It just so happens I'm a level 10 bard. And a flute is just what I need to play magical songs of enchantment. Of enchantment. Magical songs of enchantment. A flute is just what I need to play. A flute is just what I need to play magical songs of enchantment. Never gets old. Never gets old. A flute is just what I need to play magical songs of enchantment. Ik kan het ook niet skippen. Voorheen kon je het skippen. Nou kan dat niet. Magical songs of enchantment. En normaal kun je op rondje klikken en dan skip je. Yeah, well, okay. The only problem is the flute's in the barn and there's where the crazy cattle are locked up. Damnedest thing I ever saw. Some of the cattle started acting real funny. I tried to calm them down, but they shouted something in German and then tried to kill me. Well, don't worry, sir. You just need the help from a level 10 bard and his warrior friend. Leave it to us. All right, if you say so. Here's the keys to the barn. Je weet dan wat er nou gebeurt. Het zijn fucking zombies geworden. De nazi zombie chaos. Oh god. Dit wordt nog eens een gevecht, jongens. Gevechten, gevechten. Alright, dun, 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 dun. Dat zijn er veel. Dat zijn er heel veel. What? Okay, Jimmy. How's everybody doing? Good? How's everybody doing? Oké, zijn niet zo heel erg tegen. Zijn er maar vier. Het leek er net veel meer. Oké, we beginnen dit goed. We kunnen dit doen. Dat ga ik niet doen. Want ik wil kijken of die koeien nog leuke attacks hebben. Dus we beginnen met een speed potion. Of een power potion. Eén van twee. We beginnen met een strength. Whatever. Strength. Ik denk dat dat wel belangrijk is. Oké, attack up. Defense up. En kom erop dan. Op je mel. Gauw. Oh, dat doet veel damage. Oké, hij heeft de crossbow. De power sword. What the fuck? Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar wat dat doet. We beginnen eerst met crossbow. Doe maar op hem. Ik weet niet hoeveel damage dat doet. 900? Really? Really? Was dat een suicide cool? Gepleegd. Wat? Oké. Okay. Nou ja, hey. Ik zal niet klaren. Prima. Oké. Okay. Ik zie de flute. Hierachter is iets. Kunnen we erdoor? No. Maar we kunnen er wel onderdoor natuurlijk. Wacht. De gnome dust. Onderdoor. Horseshoe face paint. Cash. Crossbow patch. En honey boo boo. Big heart. Oké, okay, we gaan hier naar boven. Moet je al kijken? Oh ja, oké. Okay. Tippie. Waar is de Almighty Flute? Oh god, we moeten hier de barn in de fik zetten, zeker. Oh wacht. Zo. Kapam! Oh god. Yup. Gelukkig dat de barn hier afvikt. De flute! Got him!
Return to Rancher Bill. Oké, we hebben al je koeien uitgemoord. Is dat goed? Nou, geen probleem. We hebben wel een old sponge. Godzijdank. Dit was zo random. Waarom? Dat makes no sense. Hey, you did it. You elves were pretty all right. Did you find the flute? I sure did, Rancher Bill. And now my bardic abilities will be greater than ever before. Yep. Well, you earned it. See you around. See you around. Thanks, new kid. I couldn't have done it without you. Where should we go next? Chair. Item removed. Flute. Okay. Nou, hebben we dit weer gedaan. Wij zijn goed bezig, jongens. Wij zijn echt goed bezig. Niet normaal. New match. Jimmy. Jimmy. Je staat achter mij, vriend. Je kunt dat gewoon zeggen. I'm doing 3 shows a night at the Giggling Donkey starting next week. Here's a sample from my set. What has 2 crutches and likes being a bard? Give up this guy. Whoa, what a fantastic audience. Ah, jij gaat er wel komen. Jij gaat er wel komen. 100%. Oké. Volgens mij moeten wij nou richting council dingetje. Hier, City Hall. Voor Recruit the Girls. Want we zijn de volgende keer. Kijk, we hebben 2 verschillende quests nou. Of ja, de main quest natuurlijk. De main story. We hebben Jimbo's ding nog steeds. Waar ik volgens mij niet verder kon. Omdat ik gehoord had dat ik pas een paspoort kreeg wanneer ik verder in de game kwam. En hide and seek moet ik nog die kinderen vinden. Whatever, die vind ik ooit. I don't care. Dus we moeten nou richting de City Hall. Oké, we zijn sinds bij de City Hall. En moeten we volgens mij naar haar toe. The girls want to thank you for your help. We can go see them again whenever you're ready. Zo random, dat ik nooit mag zien wat het is. Go see the girls. Oké, let's go. You know the drill. You know the drill. Oké, pas bij mijn kostuum, die paarse bandana. Of ja, het is geen, ze doet hem voor mijn gezicht, maar whatever. New kid, the girls are very thankful for you texting us the abortion records. Ja. We are one step away from finding out which girl among us is a two-faced bitch. Unfortunately, the record keeper at the abortion clinic is from Paris, and so everything is written in French. Whoever this two-faced skank is, thinks she can outsmart us. We want to help you and the boys play your game, but we just can't have a two-faced bitch out there on the loose. Just get these documents translated for us, and we promise we will join your army. Sparkle! Sparkle! Sunshine! Heb je nooit gewoon geprobeerd om eventjes te googlen wat het is? Misschien translator gebruiken? I don't know. Misschien? Hm? Dan moeten we dus op zoek gaan naar iemand die... talk to the boys. Ja, wat? Een van ons dan niet? Oh. Wat? See if the boys in Carl's backyard can translate it. Oké, prima. Dan gaan we die kant op. Hebben we ergens een fast travel? Volgens mij wel, toch? Hier rechts misschien? I don't know. Hallo, new kid. Hallo, new kid. Wat is dit ook weer voor iets? Wat is dit? Maybe they'll put a picture of me in the article too. Ik heb geen. Wat is dit voor gek gebouw? Is het een krant of zo? Wat zoveel newspaper had. I don't know. In ieder geval, we gaan verder. Tip. Oké, hier hebben we een travel dingetje. Dan gaan we daar naartoe travelen. En dan gaan we kijken of we het kunnen translaten. Of vertalen in het Nederlands. Oké, wie kan er hier allemaal... Wat was het ook weer? Was dit in het Frans of was het... Ik weet niet meer wat ze nou zeiden. I guess this means we're friends for now, but I still don't like... Perhaps you would like the services of a level 10 bard. There was a fair maiden from Stoneberry. Hallo? Kan jij het vertellen? Need my help with anything? Did you get the girls to agree? Need my help with anything? Ja, dat zeg ik. Did you get the girls to agree? Speak with one of the kings. Commander Douchebag, you were supposed to recruit the girls. What's the... Ben ik me bezig, rustig. What's this? Council, gather round. This must be something the new kid needs our help with. Cinq femmes ont subi un avortement. What language is that? It's some kind of strange orcish. Orcish. I've seen this language before. In the kingdom to the north. Oh, the kingdom to the north. No. Whatever's written on these documents is somehow the key to us recruiting the girls to our army. Is that what you're trying to tell us, new kid? Come on, spit it out. Dat moet hij dan zeggen. Getting that document translated isn't going to be easy. To breach the kingdom to the north, you will have to assume another identity. Ah. Your name is no longer Commander Douchebag. It is now... There you go. Now we have a passport. Now we can go to Canada. It's through the Lost Forest. Head north. Then north again. North. And then north. North. North again. North. And then north. Better get a real passport photo first so you won't make it past border control. New quest. Heading north. Onze nieuwe taak. Go to Photo Dojo. Oh, nou moeten we naar Photo Dojo.
Okay, let's go. Let's go to photo dojo. Moet ik nou een foto laten maken of zo? I guess. Waar is Foto Dojo ook weer precies? Niet hier. Want die woont Kenny. Oké, we zijn zelfs gearriveerd bij Foto Dojo. En eens even kijken wat we hier moeten gaan doen. Kan ik nou een foto laten maken? Please? Hi, here to get your passport photo taken? Yep. Just head into the room there and we'll get started. Ah, ik had dus geen sleutel nodig. Get your picture taken. Step between the lights, please. Step between the lights. That's great. Okay, smile. Smile! Do you have anything else you could wear? Could you try something else on? No. Tell you what, how about just no shirt at all? Let's try that. Yeah, that's gonna work better. Here we go. Oh, those pants don't work with the lighting. Could you roll up your pants? Or, you know what, just take the pants off too. Ik weet wat die gaande is. Ik weet wat die gaande is. Okay, that's good. Really nice. Can you also? Oh, nee. Yes, very nice. How about we lose the underwear? You sick son of a bitch! Stop him! You'll never take me alive! Ik wist gewoon dat dit ging gebeuren. Op het moment dat hij zei dat ik mijn kleren uit moest gaan doen, was het overduidelijk. pedophile. Okay, kom maar. Kom maar op. Oké, dit wordt een makkelijk gevecht. Dat zie ik nou al. Chabé! Doe de power... nee, weet je wat? Doe eerst maar eens gewoon je crossbow. Yeah. Misschien heeft hij nog een leuke attack. Weet ik niet, pedophile. Oh god, foto's. Kan ik niet een ronde overslaan? Want ik maak hem nou in één keer dood. Dat wil ik eigenlijk doen. Ik kom kijken wat die andere attack is eigenlijk van Jimmy. Vind ik dat nou af of niet? Oké, wat is die attack? Die power short. Check this out. Was dat alles? Wat was dat nou weer? Mag ik het al? Oké, hij is dood. Ik was gewoon even benieuwd. Nou. Wow, good job, kid. You're quite the fighter. Alright, let's get this over with. Say cheese. Cheese. Congrats, kid. You have your first passport. Oh, dit is zo random. Yay, we hebben een paspoort. Hell yeah. Make your way to Canada's border. Wat ligt hierin? Ik had eigenlijk iets anders verwacht. Heel veel foto's en shit. Het is zo random. Oh my god. Ligt hier verder? Ik heb vermoeden dat wij iets missen hier eigenlijk. Oké, blijkbaar niet. Het is tijd om te vertrekken. Oh, wacht, dan staat hij weer hier. Congrats, kid. You have your first passport. Oh, dus hij is eigenlijk de echte eigenaar van dit bedrijf. Alleen die pedofiel had hem als het ware vastgebonden en shit. Oké, weet je wat? Ik ga de video hier afsluiten. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze nieuwe video. We hebben enorm veel voortgang geboekt. De volgende keer moeten we dus richting Canada. En dan gaan we kijken wat daar allemaal precies gaande is. In ieder geval, hopelijk zie ik jullie de volgende keer terug bij een nieuwe video. Dus tot dan en houdoe.